Welkom op dag 4 van de Hiswater Water. Je ziet het, de zon schijnt nog steeds volop hier in de Bataviahaven van Lelystad. En, zie je een mooie boot? Ja, ik zie heel veel mooie boten. Dat zijn er wel een paar. Wat vinden jullie van de beurs? Ja, ik vind het super. Ja? Ja, echt. Hebben jullie een boot gekocht al hier? Of, Nee, we hebben geen boot gekocht. Ik ben heel blij dat de boot waarvoor ik kwam. Dus ik dacht dat er maar één zou liggen. Nou, er liggen wel zeven. Acht katamarans. Zeilkatamarans. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat komen jullie doen op de beurs? We zijn niet per se op zoek naar een nieuwe boot, maar gewoon een dagje uit eigenlijk. Wat voor boot hebben jullie zelf? Nog geen boot. Nog geen boot? We zijn wel aan het zoeken. En wat is jullie droomboot? Ja, een motorboot. Motorboot. En komt dit in de buurt? Nee, het is te klein. Is dit je droomboot? Nou ja, we zitten nog wel eens met een vakantie aan het water. En ik denk wel eens, joh, dat het leuk zijn als we een bootje hadden. En komen jullie alleen maar om te kijken of ook om te kopen? Nou, eigenlijk om te kijken. En... Dit is een van mijn favorieten, de Solaris Power 40 Open. En kijk eens naar die prachtige T-top in de vorm van een walvisstaart. De prijs begint bij 450.000 euro voor de benzineuitvoering. Deze heeft twee dieselmotoren, 480 pk, twee keer. En dan kost hij 8 ton. Extra BTW. En wat kost deze houseboot? 2,5 ton. Foilen, dus vliegen over het water, dat is heel populair. En het is nu ook voor luie mensen, want dit is de seat foil. Je geeft gas met je duim. Verder bestuur je eigenlijk alles met je bovenlichaam door te leunen. Links, rechts eigenlijk hetzelfde als op de fiets. De prijs? Nee, hij is nu in pre-order voor 9.900. En waarschijnlijk wordt het zo 12.000, 12.500 daarna. Voor deze Holteman geldt, als je de prijs wil weten, kun je hem vast niet betalen. Hier liggen niet alleen nieuwe boten, hier liggen ook goede doelen. En mocht je nou niet al je geld willen uitgeven aan een nieuwe boot, dan kun je ook wel terecht bij de Stichting Vaarwens. Echt een mooi doel. Dit is de Antares 66, een mooi Nederlands model. De prijs? Vanaf 43.950 euro. Dit is de Pointer 22, gebouwd in Heeg. De prijs begint bij 45.000 euro. En met alle opties erbij komt deze ongeveer op 60.000. Dit is ook een leuke, veelzijdige boot, de Niedelf 950 S-Line. En de prijs? 233.050 euro. Ook een van mijn favorieten, de Rolls-Royce onder de zeilboten, de Swan 48. De prijs begint bij 1,2 miljoen. Maar als je er een wil hebben, moet je even geduld hebben. Want hij heeft 2,5 jaar levertijd. Dit was dag 4 van de Hiswater Water. Morgen, zondag, is alweer de laatste dag. Nou, wil je naartoe komen, dan is er van alles te zien. En voor Max hoef je niet thuis te blijven. Want Verstappen draait ook hier op alle schermen zijn rondjes.